Het leven is niet altijd roziger en maneschijn, dat weet iedereen. Maar toch zijn er nog wel verschillende gradaties in de ellende die mensen moeten doorstaan gedurende hun tijd op aarde. Uit onderstaande films wordt pijnlijk duidelijk dat de meeste mensen deugen, maar dat er ook heel wat figuren rondlopen waarbij het woord mededogen niet in hun woordenboek voorkomt. Dit zijn drie films waarin menselijkheid ver te zoeken is. De eerste tragische film op onze lijst is de Italiaanse film Sulla mia pelle. Engelse titel On My Skin. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal achter een van de meest controversiële Italiaanse rechtszaken in de afgelopen jaren. Ex-drugsverslaafde Stefano Cucci wordt gearresteerd voor een klein misdrijf. En een paar uur later strompelt hij bond en blauw geslagen uit een cel. Dit beklemmende drama geeft een grimmig beeld van politiegeweld in Italië en de bureaucratische cultuur die dat mogelijk maakte. Het acteurwerk is goed en het feit dat dit verhaal stevige wortels in de realiteit heeft maakt de film alleen maar sterker. Dan gaan we verder met The Stoning of Soraya M, een aangrijpende dramafilm over de Franse journalist Sahib Jam. Die na autopech belandt in een afgelegen Iraans dorp. waar Zara hem over haar nichtje vertelt. Soraya's man Ali wil van haar scheiden. omdat hij verliefd is geworden op een 14-jarige. Omdat Soraya de scheiding weigert. beschuldigt Ali haar samen met de plaatselijke corrupte moela. van overspel. Bewijs is er niet, maar de bevolking wordt gemakkelijk overtuigd. De onschuldige Soraya wordt gestenigd. en Zara's relaas maakt duidelijk dat vrouwen rechteloos zijn. Haar enige hoop op. Genoegdoening is dat het verhaal van Soraya via deze journalist de buitenwereld bereikt. Ook dit huiveringwekkende verhaal is waar gebeurd en de gruwelijke beelden van de steniging zijn erg heftig. Al met al een hartverscheurende film over een verschrikkelijk fenomeen dat in een aantal Arabische landen helaas nu nog steeds de realiteit is. Dan sluiten we af met de Duitse thriller Das Experiment. Ook deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, en het experiment dat in de film centraal staat, heeft dus ook echt plaatsgevonden. In een onderzoekslaboratorium wordt een gevangenis gebouwd waarin 20 mannen worden geplaatst om gevangenen en bewakers te spelen. De gevangenen worden opgesloten en moeten een aantal regels volgen, terwijl de bewakers de orde moeten handhaven zonder geweld te gebruiken. Iedereen is vrij om te stoppen wanneer ze willen, maar als ze dat doen, geven ze wel hun loon op. In het begin is de stemming tussen de twee groepen jolig en ontspannen, maar langzaamaan ontstaat er ruzie en gaan de bewakers steeds verder met hun drastische straffen om het overwicht te bewaren. Tot zover onze drie films gebaseerd op tragische waar-gebeurde verhalen. Welke film ga jij een kans geven? Laat het ons vooral weten in de comments. En vergeet dan ook niet om meteen even deze video te liken en je te abonneren op ons kanaal. Voor nu wil ik zeggen: heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.